Ik ben bang van spinnen. Ja, inderdaad. Ik ben bang van spinnen. Kutbeesten dat zijn. Je zou denken dat een jongen net ballen moet hebben om bijvoorbeeld een spin weg te halen. Ja, nee. Ik laat het liever over aan iemand anders. Kan ik meedoen? Je haalt mijn fucking leven. Er zit een fucking spin in mijn kamer. Voor mij ook. Ja, oké, okay, maar die zijn niet erg. Die van mij is echt een dikke. Nee, zo'n... Kruispunt. Die kruispunt. Dus, dan komt je naar mij om te vragen dat ik die niet heb. Die lachen me uit. Ik eet spinnen. Shut the fuck up. Dat is zo'n fabeltje. Kent je dat fabeltje? Zo, dat spinnen zo in je mond kruipen s'nachts. Dat fabeltje. Of dat je zo 12 spinnen op een jaar eet. Oh nee, Bert gaat die spin meenemen. Ik moet hier weg. Ik moet hier weg. Bert weet mij zijn. Die pakt die spin mee en die gaat dat tonen op de stream. Ik moet mij verstoppen. Ik heb ze niet bij. Ah, wel, fuck! Ik wist het! Ik wist het! Ze leeft nog, kijk. Nee, doe die dood, doe die dood. Bert, doe dat dood. Doe dat dood. Ik wist het! Zie je wel, ik wist het! Dat deed die vorige keer ook. Hoe is het nu net gekomen dat ik bang ben van spinnen? Eerlijk, ik heb geen idee. Ik heb dat altijd al vieze beesten gevonden. En ik denk zeker niet dat ik de enige ben die dat vindt. Oh, oh, spiders! Spiders! Get him off me! Get him off me! Get him off me! Break up! Oh, break up! It's me! Wat ik wel weet is dat ik arachnofobie heb. En dat is vastgesteld door mijn nicht die dat heeft gebruikt voor haar school. Mijn nicht die moest voor haar eindwerk iemand observeren en die heeft mij geobserveerd. En wat blijkt, tijdens die observatie heeft hij gezien dat ik heel veel spinnen tekende, als klein kind dan weliswaar. En dat is echt waar. Blijkbaar als je heel veel spinnen tekent als kind, dan is dat een van je angsten. Vaak tekenen kinderen dus hun angst. Maar kijk gewoon naar hoe vies die beesten zijn. Kijk naar hoe die bewegen. Too big, it feasts on mice and even birds. But out in the jungle, even this giant has enemies. Dat is toch fucking vies? Die poten, dat lijf. Big, it feasts on mice. What the fuck? Ugh. Jullie vinden het waarschijnlijk grappig. Ha, Dennis niet eens bang van spinnen daar. Maar ik ben sowieso niet de enige hoor. Kijk maar eens naar deze beelden. Dennis, dit is niet normaal. Ja, dat is... Dennis, er is geen fatu meer, kill. Dit is de grootste spin die ik ooit meer heb gezien. Dat is zeer. Het is eigenlijk zo klein dat het niet eens gefocust geraakt. Maakt niet uit. Huh? Wow, Casper, ik ben ingezoomd op u. What the fuck? Ja. Yeah. Doe, het is in beweging. En daar zit er ook nog één. Hou dat in. Ja, ik ga kijken. Kijk. Ah! Is dat ook één, ja? Dude. Ja, dat is ook een spin. Doe, hier is wel echt een plaag of zo. Kijk, nu ziet je dat goed. Dat is toch een giant spin, mensen. Dat is echt muf, ik haat spinnen. Ja, maar ik haat dat ook. Ah! Doe niet zo bewegen met je kut lichaam. Shut the fuck up uit, man. Inderdaad, Ryan vindt het ook vies. Is dat daar nog één? Nee. Dat zijn vliegen, dat zijn vliegen. Ja, vliegen zijn sfeer tegenover muffige sfeer. Hé, hey Bert, hey, kom eens. Oké. Okay. Ghostbusters. Ja, buil. Ah! Dat is weg. Nu in de gang. Nu die ander in de gang. Sindsdien mag de deur van de tuin niet te lang openstaan of mag er geen raam openstaan, want hij heeft schrik dat ze gaan binnenkomen. Uiteindelijk, ja, er zaten twee spinnen. Waarschijnlijk meer, uiteindelijk. Echt waar. Fuck spinnen. It's Dennis for fuck's sake. Fuck off met de spinnen. Ja, ik ben spinnen. Nee, Oh,
Mongols! Allee, wat een mooi. Shemay! Ik ben net die video aan het editen. Bye, ja.